Mooie vis, echt een mooie vis. Ja, we zijn hier op een van de vele veenplassen in het Utrechtse veenplassengebied. Dit zijn plassen die vind je in dit gebied overal in de buurt in Utrecht en in de polders. Er is vroeger veen of turf gestoken. En dat kun je ook wel zien, de restanten daarvan. Dat zijn de legakkers die je hier ziet. En daartussenin, hier waar we op drijven op het water, daar hebben ze de turf uitgestoken. De veenplassen die kenmerken zich door het feit dat ze helder zijn en meestal heel erg ondiep. Als er al een meter water staat, is het veel. En toch zit daar behoorlijk veel snoek. Op de veenplassen ben je gedwongen te vissen om het kunstaas dat heel ondiep loopt. Dat kunnen bijvoorbeeld swimbaitjes zijn, zoals deze. Je gebruikt spinners, je gebruikt ondiepe pluggen. Je kunt de spinnerbijtjes gebruiken, maar voorwaarde is dat het heel ondiep loopt. Want soms staat er nog in 50 centimeter water en toch moet dat kunstaas dan in die diepte kunnen lopen zonder dat het constant de bodem raakt. Ik ga nu beginnen met deze swimbait, dat is een Yenzi. Dat is een van mijn favorieten. Ik heb daar vreselijk veel vis al opgevangen en op deze ook. Dat kun je wel zien op de kop door al die krassen die erop zitten. De manier waarop ik het swimbaitje terugvis is, ik geef hem een paar slagen aan de rail en dan geef ik met de hengel een tik. Een paar slagen en een tik. Een paar slagen en een tik. Wat je doet, je kunt dat kunstaas gewoon binnenvissen, maar dan zwemt het in één beweging binnen. Door die tik uit te delen, breekt dat visje een klein beetje uit. En vooral als het uitbreekt, dus even zo doet, een onverwachte reactie laat zien, dan krijg je heel vaak die aanbeten. Dat vinden snoeken wel apart. Want een prooivis die dreigt te ontsnappen, dan is het vaak zo van, boep, dan wil ik hem toch nog wel even hebben. Ook al vertrouwt hij het niet helemaal. Zoals jullie zien op dit stuk waar we nu zitten, wordt het een beetje breed om met af te werpen. Dus wat ik nu doe is, dan begin ik eerst deze kant, die werp ik dan helemaal af. Heb ik die gehad, draai ik mijn boot om en dan pak ik die andere kant daar. Dus ik vis dat meter voor meter uit. Dus ik gooi naar de kant toe, de volgende worp is ongeveer 1 of 2 meter verder, komt de volgende worp. En zo zoek je dat hele water heel secuur af. Dus daar gaat hij. En waar ik ook altijd op let is bij het vissen, is ik blijf mijn kunstaas volgen. Want soms zie je die snoek er al achteraan komen. En dan heb ik in elk geval, als ik een snoek zie volgen, dan probeer ik hem zo lang mogelijk te laten meekomen. En dat ik voor de boot nog even wat kan spelen met dat kunstaas. En soms pakken ze hem dan nog wel als je dan plotseling dan omkeert. Maar je moet altijd je kunstaas in de gaten blijven houden. Nou hebben we hier, zie je zo'n doorgangetje. In die doorgangen wil er ook wel eens graag een snoek liggen, dan kan hij daar op de loer liggen. Kijk, daar komt erin. Weg is die weer. Net even een voren vlak bij de boot, draait hij weg. Mooie vis was het, maar hij wou het niet. Nou, geeft in elk geval een beetje hoop. Dus we gaan stug verder.
Ik ga naar een, helemaal naar achteren, naar een ander gaatje en dan vissen we de rest van de dag vissen we gewoon terug. En omdat ik daar toch naartoe ga, dan sleep ik maar heel even. Af en toe wil er ook wel eens een snoek op duiken bij het slepen. Dus zolang er aasje in het water is, kun je vis vangen. Mooie vis, echt een mooie vis. Dat is echt een mooie zware vis. Kijk eens. Je hebt hem helemaal op. Voor hier is dit zeker een hele mooie vis. Het is gewoon meer, je vis meer voor een mooie omgeving. Maar dan moet ik heel. Hij heeft een beetje zat, dan wil ik zo snel mogelijk. Jou eruit hebben. Oké. Nou. Die zit daar. Maar kan ik je zo pakken? Ja. Goed. Dan hebben we hem. We zetten mijn tanden. Die kan ik er zo uitpakken. Zo. Ja, weg is die. Kijk eens om je heen hier. Dit kan ik ook gewoon op een zondag als dit doen. Hè. Gewoon even om me heen kijken, helemaal niks. En gewoon kijken, buizers bewonderen. Andere vogels, ijsvogeltjes zitten hier ook. En dat kun je allemaal niet als je met zo'n grote boot hebt. Zo'n lekker varend bankstel, zoals ze wel vaker genoemd worden. Daar heb je zo'n klein bootje als dit voor nodig. Klein aluminium bootje of een roeibootje of een polyester bootje. En waar je voldoende aan hebt, dan of een lichtmotortje of een elektromotortje. Dit ding krijg je overal in en dus kun je op dit soort uitzonderlijk mooie plekken vissen. Pop. Hey, ja. Een kleintje hoor. Kijk. Hallo Henkie. Zo net was er wat anders. Wel heel klein. Poeh. Maar, kijk. Ja. Hij is klein. Is fijn. En hij was dapper. Hij was eigenlijk wel dapper, toch? Nou, snel terug jij. De ene is zo, de andere zo. Maar ik vind het net zo leuk. Dus leuk visje. Nou, heb je nou nodig voor een dagje vis op de veenplassen? In elk geval niet al te veel. Wat je kunt gebruiken is een lichte baitcaster met een lekker klein geeltje. Die hengel dat heeft een werpvermogen van 12 tot 20 gram. Je kunt ietsje zwaarder gaan, maar dat is absoluut niet nodig. Je gaat immers klein kunstaas gooien, zoals deze hier. Die hebben we al een keer gezien vandaag. Maar ik heb voor de rest ook één doosje en dat is nog veel te groot ook. Er zit niet veel in. Er zitten een serie swimbeetjes in. Zoals dit. Er zitten een paar kleine jerkbeetjes in. Zoals deze. Wat extra staal heb je nodig. Nou, daar liggen zeker één titanium onderlijn extra mee. Wat ook vaak goed werkt zijn kleine spinnerbeetjes. Zoals deze. Dat is een felle kleur. Maar hier op dit water kies ik toch heel vaak voor natuurlijke kleuren, omdat het water zo helder is. Ondiepe plugjes doen het ook goed.
ze moeten eigenlijk, ze mogen niet dieper lopen dan, dan 50 centimeter, want anders ben je de hele tijd vuil van de bodem aan het plukken. Een van mijn favorieten is een crane. Als ik dan al het idee heb van ja, als ze dan het kleine niet willen, dan ga ik dan maar eens even wat groots aanbieden voor hier. En deze crane, die loopt ongeveer 50 centimeter en niet dieper. En die kun je ook prima werpen hier. En je hebt verder nog wat. Je kunt ook de kleinere nog nemen, de kleinere maatjes, de kleinere broertje, dat is ongeveer zo. Dat vinden ze ook heel erg lekker. Wat ik wel een van de allerbelangrijkste dingen vind die je mee moet nemen, zijn de goede onthaakspullen. Ik gebruik graag een puntbektang, maar dan wel met een kromme punt. Mocht het heel diep geslikt zijn en ik kom er met type tang wat lastig bij, heb ik nog een langere tang. Maar het allerbelangrijkste attribuut zijn mijn kniptangen. Kniptangen, als een snoek moeilijk gehaakt zit, grijp ik meteen naar een kniptang. Ga niet rommelen als het moeilijk zit, maar pak meteen de kniptang. Yo! Nou, mooi zo. Ja, het wordt ook tijd, jongen. Even naar deze kant te komen. Ja, de motor zo. Niet groot. Welvis, welkom. Zo, die is ook maar net een lippie. Kom maar, jong. Ja, niet al te groot, maar het is typisch veensnoekje. Hartstikke mooi. Dan gaan we hem even terugzetten. Even vasthouden dat hij een beetje bij kan komen. En weg is hij. Nou, ik ben een tevreden mens.